Ik ben echt in shock. Zeg dat het jouw schuld is, dat je niet in die auto wou stappen. Het klopt die je bent, hè? Wat doe normaal? Toch elkaar niet slaan? Wat kom jij doen dan? Welkom bij de Prankshow, dames en heren. Mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is ons slachtoffer... Selma Omari, zangeres, vlogster, insta-babe. En ja, als er nu nog steeds geen belletje gaat rinkelen, dan heb ik deze voor je. Die bitch dus had de audacity. Je ziet het, Selma is niet op de mondje gevallen, dus dit wordt lachen. Selma is uitgenodigd in deze studio om een studiosessie te doen samen met Busy, a.k.a. Leo. Hij heeft Selma uitgenodigd voor een studiosessie samen met hem en Skrillex, die hele grote Amerikaanse producer. Nou ja, die hele studiosessie bestaat niet, maar Selma heeft wel gezegd, joh, superleuk, ik doe mee. Leo heeft gezegd, ik laat je wel ophalen door een chauffeur, dat ben jij, Xenia. Jij speelt vandaag mee. Yep. En jij gaat ervoor zorgen dat een ritje van 1 uur uiteindelijk 3 uur gaat duren. Dit is een van de meest spannende pranks tot nu toe, omdat we camera's moeten verstoppen in een auto en dat is heel moeilijk. Dat zorgt ervoor dat het beeld niet optimaal is. De audio is wel geweldig, dus jullie kunnen gewoon alles volgen. Dit wordt top. Oké, Xenia, de taxichauffeur, staat nu klaar en die gaat Selma ophalen. Neem ze zomaar mee in de auto en dan gaat de prank beginnen. We blokkeren nog wel de weg, dus ja, ik blokkeer de weg. Oh, echt? Hier, deze kant kan je zitten. Nee, nee, er is echt maar plek voor 1. Je kunt er misschien achteraan rijden, maar ik heb echt maar plek voor 1. Ik kan die spullen ook niet eruit halen. Ik mag echt maar 1 persoon meenemen. Ja, ze wil zelf rijden nu. Dat mag niet. Maar ik wil echt dat hij meegaat. Ja, dan moet hij er achteraan rijden. Ik heb die opdracht gekregen, alleen jou. Ja, ik ga voor Lida bellen. Want als hij niet mee mag, dan ga ik de sessie laten gaan. Oké, paniek. Selma wil dus niet mee als haar schrijver niet mee kan. Ze wil nu in een andere auto gaan, maar ze moet in onze auto stappen, want daar zit namelijk de camera verstopt. Ah, ze staan ongeveer 20 minuten buiten en ik besluit mijn laatste redmiddel in te zetten, namelijk Busy. Er is 1 plek in die auto, daar moet zij in gaan zitten. Zeg maar tegen haar, stap maar alvast bij Xenia in, want we hebben best wel haast. Nu gelijk. Extra. Buggy, ik ga nu even tapen. Zie je zo. Oké, nice. Dankjewel, man. Xenia, het gaat goed komen. Busy gaat een aparte driver voor die vriend regelen. Kom, gaan wij vast rijden, ja? Die buggy is onderweg voor hem. Nou, neem plaats. Ja, sorry nogmaals voor de troep. Het is even verhouden zo. Oké, Xenia, you got this. Op naar de eerste stop. Heb je wel een beetje zin in? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik kan verwachten. Dus ik laat me een beetje leiden als ik doe. Dat is vaak het beste. Gewoon open-minded erin gaan. Ja, en ik stress ook niet echt. Dan ben je ook niet een type volgens nee. mij. Je leeft natuurlijk zo lekker kalm. Oké, Leo, luister, het gaat helemaal volgens plan. Telkens als hij of zij jou appt of belt, of reageert niet of nauwelijks. En als ze reageert, moet het gewoon zijn, ja, het komt goed, ja, we zijn ermee bezig. Thanks. Ik ga heel even blijven zitten, zo terug. Ja. Het is tijd voor de eerste stop, namelijk een tankstation. Ze hebben haast, maar onze Xenia gaat gewoon even lekker rustig een bakje koffie halen. Jezus, dat was spannend, hè? Nou, ik denk die stap nooit in. Holy fuck. Wat ik leuk zou vinden, is als jij echt even de tijd neemt hier. En dan gewoon even tegen de auto gaat aanleunen. En daar even rustig je koffie gaat drinken. Oké, ja, cool. Zo, het is echt wel lekker weer geworden. Ja? Nou, wij rijden nu door naar de volgende locatie. Daar gaan we weer op het tweetal wachten. Xenia, die drinkt gewoon lekker bakkie. Sorry, maar ik moet hier echt even iets af gaan geven. Ik ben zo terug. 1 keertje stoppen, oké, een beetje raar, je bent al laat. Maar dan nog een keer stoppen, vrij snel daarna, omdat je een of andere brief moet afgeven. Het mooiste aan zulke pranks vind ik als je het jezelf niet te makkelijk maken. Ik wil een paar momenten hebben dat Selma en ik praktisch op dezelfde plek zijn. Dat gaat nu weer gebeuren. Ik drop hem maar hier. Blijf jij even zitten weer? Ja. Hey, lekker bezig. Het is wel gezellig. Jij moest even een brief op de post doen. Ja. Dit is de envelop. En wat is ons volgende adres? McDonald's. Heb je genoeg? Nee, ik ben oké. Ze zit vlak achter ons. Dus ik ben een beetje verdekt opgesteld. Anders kijk ik straks Selma recht aan in de ogen. En nu gaan we naar de McDonald's.
Terwijl wij een paar auto's voor Selma rijden, besluiten we om stil te blijven staan voor een groen stoplicht. Zodat onze chauffeuse Xenia, die dus achter ons rijdt, even lekker aan Selma kan laten zien dat ze nogal een kort lontje heeft. Doet hem maar, doet hem maar. Hey. Jezus man, hij is groen. Blijf je nou godverdomme stilstaan? What the fuck? Tering de wiel. Oh, wat heb ik toch een scheidhekel aan mensen. Dat zijn toch Mongolen of niet? Ja, die moeten gewoon van de weg geschopt worden. Ik stop hier even snel bij de Mac, want ik moet zo nodig plassen. En misschien ook even iets eten. Ja, kom, loop even naar beneden. We zijn dus nu bijna anderhalf uur al aan het achtervolgen. En er is eigenlijk nog niks gebeurd. Maar het is allemaal belangrijk voor later. Ik voel me altijd meteen schuldig als ik Mac eet. Ja. Zie je? En dat is wat ik dus wil voorkomen. Gewoon verraad naar jezelf. Busy is toch betrokken bij deze prank, zonder dat hij er eigenlijk echt fysiek bij betrokken is. Hij heeft namelijk van tevoren allemaal voice memo's opgenomen. Die heeft hij naar mij gestuurd. En die ga ik nu naar de taxichauffeur sturen, één voor één. Kijk. Nou ja, het is allemaal zo ingenieus bedacht dit. Hi, ik hoop dat jullie er al bijna zijn. We wachten al een tijdje. Laat even wat weten. Ja, ja, we zijn onderweg. Kom eraan, plankgas. Want het is toch stress. Dit is een tering, de wielen, hè. Die kunnen mensen helemaal niks, joh. En gewoon naar links. Wat voor vieze de wiel. Let eens even op, man. Over een aantal minuten komt Selma met haar chauffeur aan op deze plek. En dit is Wisseloord in Amsterdam, dit is een straat. Maar ze moeten eigenlijk in Wisseloord Studios zijn in Hilversum. Vanaf hier wordt het echt kut. Moet het ergens zijn? Ik zou het echt niet weten. Ik ben er nooit geweest. Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar ik ga hem zo even een berichtje sturen. Wat voor nummer is het? 219. Hi Wakka, ik sta buiten. Waar sta je dan? Ik sta bij 219 en ik zie jou niet. Wijkkliniek. Wijkkliniek. Hey, wij staan nu even buiten. Ik wacht maar even eventjes op jullie. Laat even weten als jullie in de buurt zijn. Het begint nu wel een beetje langer te duren. Dus, en het is zo koud. Dus kom snel, ja? Zeg maar, ja, gast, wij zijn er. Zeg even waar we heen moeten. Ja, gast, ik zeg net toch al dat ik er al sta. Ik sta bij een of andere kliniek of zo. Een stopbord, allemaal geparkeerde auto's. Yo, ik zie jullie niet. Ja, ik jou ook niet. Wat de fuck is er aan de hand dan? Wie zijn schuld is dit? Wisseloord 219, zei je toch? Laat je ook geen kaas voor je boterham eten. Nee, natuurlijk niet. Al die flauwekul. Yo, even Yusu. Zijn jullie in Hilversum al? Zijn jullie überhaupt in Hilversum? Nee. Wat de fuck wil jij met Hilversum, man? Je zei Amsterdam tegen mij. Ah, ga je niet mee? We moeten naar fucking Hilversum in plaats van Amsterdam. Het is een half uurtje rijden. Yo, Hilversum is niet zo ver. Het is niet zo moeilijk. Jullie kunnen gewoon... Kom op. Jij zei tegen mij Amsterdam, blablabla. Ja, godverdomme. Ik snap maar met domme kop ook wel dat dat niet zo ver is en dat dat niet zo moeilijk is. We gaan aan de gang. Zie je zo. Hebben ze niet aangegeven dat het in Hilversum was? Nee. Hé, hey, Carlo, kom nu naar Hilversum. Kom op. Nu is het even klaar. Je mag hem wel uitschelden. Bij de hand. Ik ga zo rijden. Ik ben even mijn navigatie aan het invoegen. Kom eraan. Hé, hey, sorry vanuit mij. Ik heb altijd al gezeik met Busy, met zijn tijden, zijn locaties. Onduidelijk gekut allemaal. Dus echt sorry vanuit mij. Wij zaten hier naar links. Yo, die guys zijn dus nu aan het gaan, hè? Ik ben er nu gewoon klaar mee. What the fuck moet ik doen nu? Je hebt me echt eng laten zitten gewoon. Yo, ga niet zo tegen mij praten, man. Dat is bij de hand van je. Moeten we dan niet gewoon helemaal aan de andere kant van dit kutgebouw zijn? Daar en dan naar rechts. Ik ben wel in shock hoor, ik zeg je eerlijk. Wat bedoel je shock? Zo lang in de auto. Ja, ik ben toch helemaal beu. Selma zit dus nu al 3 uur in de auto. Ik ben alvast klaar gaan zitten op de plaats van bestemming, want Selma haar auto komt hier straks aan en dan gaat de bom ontploffen. Wat de fuck komt hij daar doen bij zijn beide handen back? Wat moet jij? Het is tijd voor de climax, mensen. En dit is Alonso. Alonso staat ze op te wachten. En Alonso is niet blij. En je geeft haar de schuld van het feit dat Busy al weg is, dat Skrillex al weg is. En Xenia, wie geef jij de schuld? Selma. Selma heeft het allemaal gedaan. Wat kom jij bij de hand doen dan met je kop? We zijn net weg. Ja, fuck, dat is niet mijn probleem. Ik heb gewoon heel veel gezuur gekregen. Dat gaat onderweg de hele tijd. Zij niet instappen, daarna al die andere zooi onderweg. Op jongen. Moet je een paar stompen op die kop van je hebben. Oké, filmen.
Film het. Gewoon, ga gewoon. Fuck it, ze kijkt toch niet. Haal haar uit de auto. Haal haar uit de auto. Zo, maar kom dan. Kom zeggen dat het jouw schuld is. Wow, guys. Ik ben echt in shock. Selma, kom uit de auto dan. Zeg dat het jouw schuld is dat je niet in die auto wou stappen. Nee, van me. Ik weet niet eens wie je bent, man. Het is jouw schuld. Geef haar de schuld. Maar ik doe toch wat zij zegt? Nee, het is jouw probleem. Jij het is haar dan. Schuld. Jij wil toch naar de McDonald's? Het is haar schuld. Zij stapt niet in die auto. Ik heb daar een half uur gestaan. Dat is jou echt 14 minuten max gebeurd. Half uur? Nee, nee, nee. Ik stond aan te bellen. Toen stap je erin. Dan nog onderweg. Dan koffie. Dan McDonald's. Dan pissen. Wie de fuck denk jij dat je bent? Ik hoop die je bent, hè? Wat doe normaal? Jij had in die auto moeten stappen. Nee, dit vind ik echt super unfair van je. Op alle vlakken. Niet ruzie maken met hem, maar met haar. Jij stapt niet in die auto, dan nog onderweg. Dat is haar schuld. Jij bent twee keer ergens gestopt voordat we... Hou je bek, man. Ik ben gewoon slaan. Oh, poe. Toch elkaar niet slaan. Wat kom jij doen dan? Dit is jouw schuld, het conflict met hem. Hier, praat tegen haar. Zij loopt weg. Samen rook in de auto. Ah, joh, hou je bek met je grote smoel. Wat ga je nou bij de andere telefoon? Nee, ik ben mijn zus gewoon aan het vertellen wat er aan de hand is. Ik ben echt... En wat gaat zij doen dan? Nou dan! Job, brutaal van één dat je dit zegt. Ik brutaal? Ik heb er straks op jou staan wachten. Je hebt net 5 minuten geduurd. 5 minuten! Vuile vieze bitches! Godverdamme, Mark! Ik ben aan het trippen. Echt, die shock, je was hem echt aan het trappen! Hey, maar hoezo ging jij dat stoppen dan? Hoe zijn jullie zo fucking laat? Ik dacht, nee man, zomaar gaan we hier vechten of echt? Ik dacht, niet ik toch? Klootzak, je hebt echt een dag verspild. Ja, ik heb echt tijdverspilling. Volle tijdverspilling. Ik was... hate all of you. All of you! Helaas, dit was hem alweer, de laatste aflevering van dit jaar. Maar ik heb nog genoeg pranks in petto. Dus bekende Nederlanders, blijf opletten. Want voor je het weet, gebeurt dit. Ik ga het niet doen. Jij staat erop, hè? Tot volgend jaar. Doei!